Bewoners van de Nijmeegse Benedenstad maken zich ernstig zorgen over een nieuw parkeerbeleid in hun buurt. De gemeente heeft plannen goedgekeurd om het centrum groener en autoluw te maken. Wat inhoudt dat bewoners hun parkeerplaatsen dicht bij huis verliezen. Afgelopen weekend gingen ze de straat op om te protesteren tegen dit plan. Onrust in de Nijmeegse Benedenstad. Bewoners zijn boos en voelen zich door de gemeente in de steek gelaten. De gemeente heeft namelijk besloten dat parkeerplaatsen in hun buurt moeten verdwijnen om ruimte te maken voor een groener en autoluw centrum. Bewoners zouden hun auto straks verder weg moeten parkeren en tegen flink hogere kosten. Afgelopen weekend trokken bewoners samen met wethouder Julia Dame door de wijk om hun zorgen kenbaar te maken. Nou, als eerst wil ik zeggen dat die parkeerplaatsen niet gaan verdwijnen, want dat gaan wij echt niet accepteren. Dat is één. En wat de grootste problemen zijn, Til, vertel maar. Onze vrijheid wordt beperkt. De mobiele vrijheid en ons hele doen en laten. Ze willen zelfs invullen voor ons hoe lang wij erover mogen doen om de boodschappen bij ons huis te brengen. Een uurtje per week. Het is echt, het is net een slechte grap, zeg maar. Wethouder Dame liet weten bereid te zijn om naar specifieke knelpunten te kijken. Maar de plannen gaan niet zomaar van tafel. We hebben echt gezegd dat we het straatparkeren van de openbare vergunningen gaan verplaatsen naar de garages. Dat is ons besluit en daar staan wij achter en dat is ook de opdracht van de gemeenteraad. De gemeente wijst erop dat er ook voorstanders zijn van de plannen en dat het besluit al genomen is. Toch voelen bewoners zich niet gehoord en vragen ze zich af waarom er geen beter overleg is geweest. Ik denk niet. Ik heb het gevoel dat ze dat niet doen. En dat is ook wat de pijn veroorzaakt. Ze luisteren niet, ze hebben een plan in hun hoofd en dat moet er komen. En dat is steeds de boodschap die ze uitdragen. En dan denk ik, gemeente, jullie zijn er toch voor de bewoners? Toch niet om je eigen ding te doen? Kijk, vergroening, autoluw, prima. Maar wat maakt het uit of ik hierin rij of 20 meter verder? Binnenkort vindt er een informatieavond plaats waar de wethouders vragen zullen beantwoorden van de bewoners. Of dat genoeg is om het vertrouwen te herstellen, moet nog blijken. Ze zijn zeker boos. Ja, ik begrijp het ook dat dingen veranderen en dat boosheid oproept. En wij vinden het vooral belangrijk dat we ook echt het gesprek kunnen voeren. Want mensen kunnen de zorgen uiten via allerlei wegen. En als we met elkaar aan tafel zitten, kunnen wij het beste reageren. Omdat we met een heleboel van die zorgen ook echt gewoon oplossingen hebben liggen. Maar dan moeten we wel aan de tafel zitten om dat gesprek te hebben. Nou, dat wordt spannend, denk ik. Die mevrouw Dame zegt, we hopen dat we dan kunnen gaan verbinden. Maar dat verbinden is een beetje laat.